Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie weer een nieuwe episode van mijn Crysis 3 Road to Commander serie. En ik ga nu, vanaf nu, nu hier vandaag. Het is nu, wat, even kijken, 1 over half 6 op de 20ste van augustus. Dat klopt niet. Nou, in ieder geval, ik ga vanaf nu vandaag echt gewoon enorm veel Crysis 3 uploaden. Ik ga dus heel veel Crysis 3 uploaden. Dat met die 10 likes, dat werkt niet, want ik haal het amper. Maar ik wil gewoon klaar zijn met deze serie. Ik wil kunnen zeggen, ik ben commander geworden in Crysis 3. Want, nou ja, als er weer Crysis 4 uitkomt of zo, dan zou die enorm populair zijn. En dan ga ik daar echt mee aan de gang. Waar, Crysis 3 is een beetje op de achtergrond gekomen. Al die andere games die tegen die tijd uit zijn gekomen. Maar goed, we gaan gewoon even verder met de playthrough vanaf nu. Eens even kijken. Back. Even kijken, we gaan eens naar customization. Want nou ja, ik ga vandaag een kindje met stroopwafels spelen. Want ik wil eens een keer wat anders doen. Ik ga denk ik vandaag met... Waar ga ik mee? Ik ga met deze vandaag. Ja, dat ga ik doen, want dit lijkt mij een heel fijn wapen. Dus daar ga ik mee aan de gang vandaag. Eens even kijken, join match. Eens even kijken. Standard. Nee, ik wil Team Deathmatch. Dat vind ik leuk. Team Deathmatch. Hallo. Nou, dan joinen we wel. Standard. Standard match. Oké. Eens even kijken. Oké, wel. Begin. Oké, mooi zo. Nou, we hoeven in ieder geval geen twee potjes te spelen vandaag. Dat het een fucking lange aflevering wordt. Nee, gewoon een lekkere korte aflevering. En als jullie deze video gewoon hebben gekeken en jullie vinden hem gewoon leuk, dan laat gewoon even een like achter. Ik weet, ik ben niet zo goed in Crysis 3. Maar volgens mij is de gameplay altijd best wel leuk. En is mijn commentaar altijd best wel leuk bij dit soort video's en games waar ik geen reet van snap. Even kijken, we gaan dus met... Wat met de Feline X3, dus ja, select. Ik ben echt gewoon ook heel anders naar Crysis 3 aan het kijken. En hey, Dots, waarom heb ik lag? Dank u wel. Eliminate enemy players. Well, that's going to happen, big boy. Moeten we alleen wel... Ik ben alweer gesniped hier. Maar dat keur ik niet goed, dames en heren. Dat... Oeh, nee, F, dat ding. Wat? Hé? Nou, vanuit het luchtrooster, gesimuleerd. Huh? Is dit voor ding? Hey, Dodge, wat is dit? Is dit een gunship of zo? Wat is dit voor iets? Ik moet erg... secure gaan spelen. Want, holy cut, nee. Leave me. Ik weet niet waar je zit en ik vertrouw jou niet. Ik haat jou vanaf nu. Oh, wat is crouch ook alweer? Nou, fuck dat. Wel tap of zo? Nee. Caps lock ook niet. Nou, dat zien we later allemaal wel. Kijk, dat bedoel ik. That's the shit I do like. Motherfuckers. Volgens mij heb ik level up gegaan, ik weet niet. Ja, nee, dat kon ik verwachten. Dat viel te verwachten van mij. Kijk, ik wil mijn sensitivity ietsjes hoger hebben. Options. Wat was het ook weer? Controls, ja. Mouse. Sensitivity. Gaan we naar 15 doen. Apply. Oké, nice. Kijk, dit is ietsjes... beter. I like dit. I like dit. Even kijken. Nee, leave me, you son of a god. Kom maar. Hè? Wat? Huh? Ja, ik heb 1 kill, maar 2 dood. Oké, dat is... ja. Oh, ik joined... Jongen, fucking 1 kill gewoon. Nou, in ieder geval gaan we nog een potje doen. Met de feline. Dit volgt niet helemaal. Nou goed, in ieder geval eens even kijken. Ik heb niet echt fucking veel XP gekregen, maar... Oké, dan. I'll take it. Oké, dan. Skill attachment, oké. Dat is wel... wel mooi. Customized equipment. Ja, feline equipment modifier attachments. Hindsight.
Reflex Sight. Kijk. Finish customization. Kijk, ik begin Crysis 3 ook al een beetje te snappen met making voor de hele dingen. Even kijken. Ja, die graag. Die haat ik. Die museum map of zo. Ik weet niet wat voor map is. Nou ja. In ieder geval, eens even kijken. We zitten hier met 15 mensen in, oké. Grotendeels allemaal boven de 40. Denk ik, of zag ik dat? Nee, ze waren wat laag volgens mij. Een paar boven 40 volgens mij, nou ja, ik weet niet. In ieder geval, we gaan gewoon lekker door. Eens even kijken. Ik hoop dat ik in ieder geval wat leuke kills kan maken. En dat mijn commentary niet al te kut is. Want nou ja, ik wil gewoon beginnen. Ik wil spelen. Hup, ik wil niet neuzelen over niks. Even kijken, goed. Kijk, mooi Ironsight of Reflexsight heb ik er nou op. Ja, Reflexsight is het. Dus ja, eens even kijken. Wel, kennelijk heb ik de beste connectie. Want nou, ik moet wachten tot de andere downies allemaal zeggen joint. Oké dan. Wel, ik moet toegeven, ik vind Crysis 3 echt gewoon OP graphics hebben. Alleen dit ziet er een beetje kut uit. Vooral dat, dat ziet er echt gewoon niet uit. Maar ja, ik blijf erbij. World of Tanks heeft de beste graphics die ik tot nu toe heb gezien. Maar ja, Crysis 3 heeft een hele vette game setup, zeg maar. Met dat je zeg maar beweegt zo en dat het helemaal zo cool meebeweegt. Dat vind ik echt gewoon een voordeel van Crysis 3 in het algemeen. Even kijken. Goed. We gaan eens even kijken of we wat downies... Huh, kwamen ze van beide kanten, maar hoe kan dat? Het was maar één ingang. Oh ja, ik kan het, ja. Ik weet ook niet hoe het precies allemaal dan zit, maar... Kijk, dat is dan wel weer redelijk. Even camo aandoen. Gaan we even hier langs. Gaan we even achter die trein zitten hier. Dat lijkt mij het beste om te doen op dit moment. Nee. Ik kom echt van alle kanten hier. Ik kan me niet meer verdedigen. Ik kan me niet langer. Nee, ik kon me niet langer verdedigen. Ze kwamen zoveel kanten. Maar ik vind wel dat ik beter wat in Crysis 3. Ik merk wel dat de kills gewoon een stuk makkelijker gaan. Misschien komt het omdat ik de sensitivity van mijn muis lager heb gezet. Kijk, ik weet het niet. Maar ik vind best wel dat ik nu redelijk aan het doen ben. Of vinden jullie dat niet? Ja, promotion, kijk hier. Volgens mij ben ik nu wakker geworden met... Nee, ik ben niet wakker geworden. Nee, maar volgens mij ben ik wel wakker geworden met de Crysis 3, want... Ik kijk nu heel anders naar dit spel. Gewoon net zo naar Call of Duty. Nou, als ik net zo speel als Call of Duty, dan zijn we bij de 20-episode. Dan zijn we bij het einde van deze serie. Ik weet dat jij er zit, gast. Oh, hij is om me heen gelopen, volgens mij. Of niet? Nee, hij sprong. Oh my god. Oh mijn god, er waren er wel heel veel. Oké dan. Oké, wel daar. Ja, het zijn er weer twee hoor. Holy shit. What the fuck? Nee, ja, ik zag alleen maar kogels. Ik zag die kerel niet. Nou ja. Hij heeft wel heel slim gebruik gemaakt van die... was het smoke grenade of zo? I don't know. Hup, op de trein, huppakee. Oh ja, er zit er een achter mij. Hij komt, de lieve goede Sint. La 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 la. Oh mijn god! Oké, daar schrok ik wel van. Oké. Nou ja. Ik word een stuk minder van achtergenomen dan vroeger. Dat is één ding wat fucking... Holy kut, nee, rennen. Rennen Ronald, gewoon rennen. Holy kut. Kijk, ik ben echt wel een stuk beter daar geworden. Oh nee, dat vind ik niet lief. Stop ermee. Wie dat ook doet. Ik vind jou helemaal niet. The fuck man. Lol. Jij faalt meneer. Of misschien speel ik gewoon met noobs. Dat kan ook nog natuurlijk. Dat ik misschien gewoon echt met mensen spelen die gewoon zero ervaring hebben hier. Want nou ja, dat kan natuurlijk. Oh, dit is non-scope, dit is niet goed. Nee. Oh, als ik niet had genoemd, als gewoon mijn thingy, mijn barber dingy met Jake. Oh, die kill heeft mij eerder gekild, volgens mij. Niet had, ja, genonscoped, zeg maar, dan had ik die kill gehad. Nou ja, ach ja.
Who gives a fuck, right? Oké, wel, daar zitten ze achter mij. Ja, dat zie ik wel, hè. Oké, hoe had hij mij dood? Dat volg ik niet helemaal. Ja, misschien miste ik heel veel schoten, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij maakte mij heel snel dood. Dus die Duitse weer, hè. Die Duitse, die killt mij echt gewoon op en veel. Hup, headshot. Nee, dat verlies ik ook. Die is de Duitse weer waarschijnlijk. Oké, is de Duitse? Nee, het is niet de Duitse. Het is hij. Hij heeft me ook al wat vaker gekeld volgens mij. Kan ik het niet ergens zien? Ja, volgens mij kon ik dat ergens zien vroeger. Nou, I don't know. Huppakee. Dat is nice. Even een beetje gebruik maken van de hoogte hier. Dat is wel, wel goed, denk ik. Hey. Oh nee! Oef. Oh my god, die kerel zag ik te laat. Met zijn predatorboog. Zo, ik ga je snijpen. Ik ga je snijpen. En ik, ja, ik durfde een beetje daar. Nou, in ieder geval, we gaan gewoon door. Wacht, die boog. Yo, what the fuck was dat? Twee kanten waarschijnlijk, twee gazies. Nee, ik, ja, maar er waren er wel twee. Lol. Oké, die moet ik gewoon niet hebben. Ik moet ook gewoon niet mijn best voelen. Nee, ja. Oh, komt hij er weer aan, die banjo. Yoshi, why you do this? Duitser. Echt weer. Vervloekte Duitsers. Ja, dit vinden jullie vast wel, wel plezant. Yoshi! Fuck jou, Yoshi, je Duitser. What the fuck? Ik dacht echt wel dat ik hem wel een paar keer in zijn kop of zo had geknald. Nou ja. Ken ik niet. Oké, dat is een landmijn volgens mij. Dat dacht ik al. Als ik er langs loop, zo heel droog. En een landmijn ook weer. Weet dat ook weer. Oppassend voor vliegende disc dingen. Ah, vloek jou. Wat? Hoeveel kills heb ik gemaakt? You finished sixth. Dat is helemaal niet slecht. Dat is echt helemaal niet slecht. Ja, Yoshi is eerste geworden. Oh, nou, niet eerste, dus wauw. 6 van 14, dat is best wel een goede score voor mij. Maar volgens mij is dit het einde dan van de aflevering. Ik ben gepromoveerd, dat is in ieder geval leuk. Even kijken, kijk, daar hebben we al mijn kills. Kijk, brrr, kijk gewoon pro-heid gewoon. Oh, dit is ook zo'n pro hier. Oh, kijk eens wat nice. Kunnen we dit niet doorzetten? Ik wil dit doorzetten, jongens. Hup, escape misschien. Misschien doet hij dat automatisch? Nou, I don't know. In ieder geval, eens even kijken. Kijk eens even. Hier komt het, hier komt het. Yes, level 12. Oh, ik heb Rapidfire. En Dogtag ding, nieuw. En deze heb ik nog niet geunlocked. Die heb ik zo meteen geunlocked. Oké, kijk eens even. Kijk eens wat een experience. Oh, award. Continue. Accept, leave. Maar goed jongens, in ieder geval, ik ga eens even die Rapid Fire equippen. Kan dat hierbij alleen? Of dat is een perk volgens mij, of niet? Nou, maar dat zullen we even bekijken. Reflexite, MT, wat? Dit is niks, dit is suppressed en dit is on the barrel. En dit is none. Oké, nou dan hebben we hier dus niks aan. Maar wat we wel kunnen doen is... Volgens mij staat dat hier ergens bij. Heavy Weapon Pro Hunter Rapid Fire. Hier, dat is Rapid Fire. Tier 1 Rapid Fire. Hier, increase rate of... Hier, fire rate is increased by 50%. Dan dat gaan we er dus op doen, hè. Dat gaan we op die en op... Deze doen, oké, zo. En misschien nog wel bij andere dingen, maar er zijn de topwapens waar ik nu met mee aan het spelen ben. Maar goed jongens, ik ga het hierbij laten. We hebben eindelijk Rapid Fire gelokt. Ik ben nu level 12, dus het gaat wel redelijk. Maar in ieder geval jongens, laat even wat likes achter als je het een leuke commentaar vond. Abonneer ook nog even voor meer Crysis 3 en andere leuke video's. En volg me even op Twitter, @ShadowGames23. En wel, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.